Again, set a match to back up. Two sets to one. 6-4, 0-6, 6-1. Timo de Bakker, voor het eerst de baan verlaten als winnaar dit jaar. Hoezeer was je daaraan toe? Ja, zeker. Ik bedoel, je bent een sporter, je wil graag winnen. En drie keer eerste ronde verliezen is niet fijn. Dus ik ben hartstikke blij dat ik in ieder geval weer een ronde heb gewonnen. Ondanks dat het misschien niet heel mooi tennis was. Maar wel belangrijk dat ik hem in ieder geval eruit trek. En daar ging het denk ik vandaag om. Als we de wedstrijd even doornemen, dan zien we de eerste set naar jou gaan. 6-4 via een break in de laatste game. Dan de tweede set 0-6 voor de ander. Wat gebeurde er in die tweede set? Ja, ik begon eigenlijk wel goed aan die tweede set. Ik sfeerde eigenlijk een paar goede ballen. Maar hij kwam iedere keer met een beter antwoord. Waardoor ik meteen een break achter kwam. Dat deed pijn. Je wil hem daar toch onder druk zetten. Zeker zo'n begin twee. En dat je de eerste set eigenlijk wint. Terwijl je heel weinig kans hebt gehad. Dus ja, daar wil je eigenlijk meteen doordrukken. En dat gebeurde totaal andersom. En ja, daarna werd ik toch wat onzeker. En begon ik wat defensiever te worden. Wat minder zelf te doen. En wat meer fouten te maken. En hem laten spelen. En dat zijn toch de dingen die ik daar niet moet doen. Again, second set. Pesner. 6 years to love. One set up. New balls, please. Beschrijf dan eens hoe je dan die derde set ingaat als je 6 games op rij hebt verloren. Ja, niet zeker. Ik begin gelukkig goed met een paar goede services, waardoor ik in ieder geval 40-15 voorkwam. Maar daarna kwam hij toch weer terug tot juice. Ik speelde daarna 2 goede punten en ik ben blij dat ik hem daarna direct kan breken. En dat geeft je toch een soort rust op dat moment. En dat had ik wel nodig. En daarna denk ik dat ik in ieder geval goed heb geserveerd en uiteindelijk nog een goede break pak. Wat neem je nou mee uit zo'n wedstrijd als vandaag? Gewoon het allerbelangrijkste, de winst en verder niks? Ja, de winst en de manier waarop. Misschien toch misschien niet heel mooi tennis, maar in ieder geval wel gewoon goed eruit getrokken. En dat geeft ook gewoon vertrouwen. Wat heb je over je niveau geleerd vandaag? Weinig. Het was niet mooi, maar winnen is winnen. En daar gaat het om. En ondanks dat het niet mooi was, is het wel gewoon een hele belangrijke overwinning.